Een koffieshop aan het Kelfkunstbos in het Nijmeegse centrum is in de nacht van zondag op maandag overvallen. Even na 00:30 s'nachts kwam een gewapende overvaller de zaak binnen, op het moment dat de beheerder net wilde afsluiten. Nou, vanochtend, dus maandagochtend rond 00:30, dus dat is de nacht van zondag op maandag, zijn één of twee overvallers een koffieshop aan het Kelfkunstbos in Nijmegen binnengelopen. Hebben daar het aanwezige personeel bedreigd met een wapen en geld geëist en die zijn daar ook met een geldbedrag van doorgegaan. Is er iets bekend over de vluchtrichting? Ja, de getuigenis van het personeel loopt een beetje uiteen. Er zouden één of twee daders zijn. De ene verhaal is dat ze richting het centrum rennen en de andere is dat ze richting de Waalbrug lopen. Of dat ze allebei een andere richting hebben gekozen. Maar met beide richtingen hadden we dus rekening. Ja, er waren drie mensen aanwezig, de beheerder en twee personeelsleden. De personeelsleden en de beheerder hebben eigenlijk geen tweede dader gezien, maar de wijze waarop de dader sprak, is de beheerder ervan overtuigd dat er een tweede man aanwezig geweest zou moeten zijn. Maar die is niet gezien, daar hebben we dan ook geen signalement van. Nee, ik was zelf niet bij. Nee. Ik kwam later op tijdstip aanwezig, toen de politie ook aanwezig was. En die hebben het verder afgehandeld op het politiebureau, maar ik was verder niet aanwezig. Nee. Ja, hoe trof u de collega's aan toen u ze weer zag? Geschrokken? Geschrokken, ja, heel geschrokken. Dat wel, ja. Ze waren ook helemaal bleek, helemaal geschrokken, dus dat was wel ernstige dingen, ja. Zoiets eerder meegemaakt? Nee, nog nooit eerder meegemaakt, nee. 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 Eerste keer in zoveel jaren. Dus echt, dat is wel even schrikken, ja. Nee, ze hebben niks opgelopen, ze zijn alleen bedreigd. En ging het ook om een vuurwapen? Het ging om een vuurwapen, inderdaad. Wat is er bekend van die overvaller zelf? Nou, van de ene overvaller waar we een signalement van hebben, is bekend dat het een man is van ongeveer 1,80 meter tot 1,90 meter lang, met een normaal postuur. Die man die droeg een bivakmuts. Hij had ook een fel of een helblauwe jas aan, met vermoedelijk een witte band op borsthoogte. De capuchon van de jas had hij over zijn bivakmuts heen getrokken. Daarnaast droeg de man een donkerkleurige broek en lichtkleurige sportschoenen. We zijn op zoek naar getuigen. Het overvallenteam heeft deze zaak in behandeling. En nou, wij hopen dat mensen iets gezien hebben of de dader of de daders hebben weg zien lopen. En ons daar meer over kunnen vertellen. En ze kunnen dat melden bij het telefoonnummer 0900 8844. Een 30-jarige dronken Arnhemmer is zondagavond opgepakt bij het Gelredam. Omdat hij in zwaar beschonken toestand een ruit van het stadion had vernield. De agenten troffen de man rond 19:15 aan met bebloede handen. Hij kon amper op zijn benen staan en weigerde zich te identificeren. De man werd meegenomen naar het bureau en heeft een nacht vastgezeten. Een 30-jarige dronken Arnhemmer is zondagavond opgepakt bij het Gelredam, omdat hij in zwaar beschonken toestand een ruit van het stadion had vernield. De agenten troffen de man rond 19:45 aan met bebloede handen. Hij kon amper op zijn benen staan en weigerde zich te identificeren. De man werd meegenomen naar het bureau en heeft een nacht vastgezeten. Winterbanden. Met de allereerste sneeuwvlokken die naar beneden dwarrelen in onze provincie, is de koorts naar winterbanden ook weer een feit. Afgelopen jaar zorgde de crisis er al toe dat enkele bandenfabrieken hun deuren moesten sluiten. Hierdoor liep de productiecapaciteit terug en jawel, namen de prijzen toe. De prijzen voor natuurlijk en synthetisch rubber die lopen ook dit jaar weer op. We vragen ons natuurlijk af, hoe snel moeten we naar de bandenspecialist slippen voor winterbanden? We vragen het even na bij Koos van Elk Bandenservice in Huissen. Wat voor gevaar loop je nou als je toch blijft doorrijden met zomerbandjes? Ja, je hebt sowieso bijna geen grip meer. Sowieso in de sneeuw niet. Qua ijzel, ja, ijzel is gewoon glad is glad. En met winterbanden, ja, in de sneeuw heb je sowieso meer grip. Mensen komen hier naartoe, die willen winterbandjes. Hoe lang zijn ze dan die auto kwijt? Ja, meestal losse bandjes wisselen ze een klein uurtje. Meestal kunnen ze er wel op wachten. Ja, vaak complete wielen, dat zijn meestal wel een klein half uurtje. Want er heerst ook misverstand, hè? Als je nou velgen hebt, kun je daar gewoon winterbanden opzetten of moet je dan compleet een nieuwe velg hebben? Nee, in de meeste gevallen kan het wel gewoon op de bestaande velg kan het gewoon worden. In Duitsland mag je niet eens zonder winterbanden de weg op. Hoe zit dat in Nederland? Ja, in Nederland is het ook nog niet verplicht, maar ik denk om een paar jaar zal het ook wel zo zijn dat het hier ook verplicht is in Nederland. Ja, het is in principe voor iedereen gewoon veiliger. Ook als je ziet hoeveel ongelukken gebeuren en waar mensen ook gewoon met zomerbanden door blijven rijden. Wel verstandig dat ze het kan verplichten, ja. Mensen blijven het hele jaar doorrijden op die winterbanden. Dat is niet goed, geloof ik, hè? Ja, het kan niet heel erg kwaad, maar in de meeste geval, ja, ze slijten vaak harder af. Dus dat is wel het nadeel. Loopt er wel storm hier? Nou, het is nou wel iets rustiger, maar het zit er wel aan te komen, ja. Ja. Winterbanden zijn dus een must om veilig auto te rijden de komende maanden. En met dit weer is dat geen overbodige luxe.
Vitesse heeft zich dankzij een 3-0 overwinning zondagavond thuis in het Gelredome tegen Roda JC naast FC Twente aan kop van de Eredivisie genesteld. De Arnhemse formatie van trainer Fred Rutte komt een doelpuntje tekort voor de allereerste plaats. Jonathan Reijs was in het Arnhemse Gelredome voor de tweede keer op rij de grote man bij Vitesse. De Braziliaan scoorde 2 van de 3 Arnhemse treffers. De gemeenteraad van Lingewaard weigert de begroting van sociale werkvoorziening Presik Haafbedrijven goed te keuren als die uitgaat van een tekort van 16 miljoen euro. Volgens de wethouder Bart van Eten zou het Rijk 12 van deze 16 miljoen bijdragen, maar is die bijdrage in het lenteakkoord geschrapt. Daardoor moeten de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende bedrijven al een extra bedrag ophoesten. Nog een paar weken en de consumenten kopen weer massaal vuurwerk in om 2012 mee uit te luiden. Hoewel de aanschaf en het afsteken van vuurwerk voorlopig nog niet is toegestaan, hebben sommige consumenten al het nodige, veelal illegaal vuurwerk in huis. En vaak ook in flinke hoeveelheden. Terwijl de consumenten met het nieuwe vuurwerkbesluit van 1 juli dit jaar straks ook zwaarder, en dat was voorheen illegaal, vuurwerk kunnen kopen. Inderdaad, sinds 1 juli het nieuwe vuurwerkbesluit is besloten daarin dat er meer kruid in het vuurwerk mag zitten voor de Nederlandse handel. Daardoor worden de effecten ook mooier en groter. Er zijn wel beperkingen. Zo mag een knal bijvoorbeeld precies 120 decibel zijn. Dat is heel erg hard, kan ik je wel verzekeren. Dus voor Nederlandse begrippen is het Nederlandse vuurwerk op dit moment eigenlijk prima, voldoet prima. En moet je zeker niet begeven op de illegale markt, want dat is ook levensgevaarlijk. En uiteraard is dat zwaarder toegestaande vuurwerk ook consumentvriendelijk. Dat is consumentvriendelijk. Consument mag ook meer meenemen. Het vorige besluit was 10 kilo de man wat meegenomen mag worden. Dat is opgeschroefd naar 25 kilo de man. Dus dat is behoorlijke vermeerdering, zeg maar, ten opzichte van het oude besluit. Ja, wat betekent dat nieuwe besluit nou voor verkoop- en opslagpunten? Nou, de vuurwerkverkoop mag ook meer op voorraad hebben. Dat is wel fijner. Dan hoef je niet tijdens de verkoopdagen heen en weer te rijden tussen opslag, de grote bunkers, zeg maar, en wat je in je winkel hebt liggen. En je kunt grotere partijen uitleveren. Ik moet er wel even een kanttekening bij zeggen. Het is 25 kilo de man. Dus als je met 2 mensen komt, mag je 50 kilo vuurwerk meenemen. Maar in een auto mag maar 25 vervoerd worden. Dus als je met 2 man gaat, ook met 2 auto's komen. Dus. Ja, dat was een extra ritje. Dat wel, ja, inderdaad. Maar zoals je hoort, ja, het is een stuk verruimder. En nogmaals de oproep, wees heel voorzichtig. Want er is natuurlijk, en je hoort het in de media, er zijn al zware ongelukken gebeurd met mensen met illegaal vuurwerk. Het is absoluut niet nodig. En het is gewoon echt levensgevaarlijk. Ja, heeft het ook nog consequenties voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, dat nieuwe regelgeving? Nee, omgevingsvergunning blijft hetzelfde. Sowieso zijn sinds de ramp van Enschede heel wat jaren geleden alle regels voor vuurwerkuitgiftewinkels enorm aangescherpt. Brandbeveiliging, maximale opslag, sprinklerinstallatie, dat is allemaal verplicht geworden sinds die ramp. Dus we zitten al heel veilig in Nederland. Ook in vergelijking met Duitsland, waar het allemaal wat soepeler kan. Hè? Daar ligt het vuurwerk bij wijze van spreken in de schappen van de supermarkt. Dus dat is in Nederland al heel streng, opslag. Ja, jullie verkopen zelf ook wat meer zwaardere vuurwerk? Ja, we hebben prachtig vuurwerk. Voordeel van ons is ook, wij zijn niet afhankelijk van één leverancier. We halen bij verschillende leveranciers. Dat staat ook in ons assortiment. Zeg maar, we halen een beetje de krenten uit de pap. Dus we hebben hele mooie producten, ja. Nou, is dat besluit al 1 juli ingegaan? Toch zijn de laatste weken een aantal gevallen geweest van flinke partijen illegaal vuurwerk. Soms ook zelfs met ongelukken. Is dat dan nog de onbekendheid? Ik denk het. Het is natuurlijk ook, mensen willen graag experimenteren. Kijk, vuurwerk is niet gevaarlijk, laat ik dat voorop stellen. Als je ermee omgaat, zoals het bedoeld is. Maar ga jij zelf zitten klungelen op zolderkamertjes, de boel opensnijden en bij elkaar gooien en mixen en mengen. Ja, dan wordt het natuurlijk levensgevaarlijk. Ja, kunnen mensen nou ook zelf herkennen wanneer iets wel of niet illegaal vuurwerk is? Nou, sowieso koop je vuurwerk alleen bij erkende winkels. Dat is heel duidelijk. En vaak is het consumentenvuurwerk, wat wij in Nederland mogen uitgeven, is een 1.4G staat er meestal op de doos. Dat is het label. En 1.3, dat is gevaarlijk. Dat is professioneel vuurwerk. Dat is echt voor de vuurwerkshows, voor mensen. En dat mogen consumenten absoluut niet hebben. Dat is ook heel gevaarlijk. Hoewel dus zwaarder vuurwerk verkocht mag worden, blijven de regels over wanneer het mag worden verkocht en afgestoken dezelfde. De verkoop is toegestaan op 29, 30 en 31 december.
En afsteken, dat mag alleen op 31 december vanaf 10 uur 's ochtends tot 1 januari 2 uur 's nachts.